Goeiedag, donderdagochtend. Tweede topic in de serie van vier die ik jullie had beloofd. Tweede topic in de serie van mentaal toestanden. En vandaag zullen we dat hebben over PTSS of PTSD, hoe je dat ook wil noemen. Die staat voor disorder, het staat voor syndroom. Syndroom is hoe het verschijnt. Disorder is de conclusie die we trekken over wat er aan de hand is. Ik ga nog zelf deze uitzending ook vinden op mijn mobiel, zodat ik zie wie reageren als jullie reageren. Oh, dat ging heel snel. Hoi Christa. Ik heb hem al. Ik heb drie verschillende dingen in ieder geval waar ik het over wil hebben. En als er nog vragen zijn of als er wat dan ook is, dan lees ik het wel en reageer ik er natuurlijk ook heel graag op. Wat betekent dat PTSS, PTSD, posttraumatisch stresssyndroom of disorder? Betekent dat iemand terugloopt naar het moment van een situatie die heel veel stress had geleverd. Zoals heel vaak kennen we dit met oorlogsveteranen. Maar het kan ook te maken hebben met verschillende soorten ongelukken, zoals auto-ongelukken. Het kan te maken hebben voor sommige mensen met scheiding, voor sommige mensen met overlijden van iemand dierbaar. Allerlei traumatische situaties die je kan bedenken, die een schok creëren in ons systeem, kunnen ervoor zorgen dat ons systeem energetisch terugloopt in dat moment in tijd en ruimte en dat wij dat opnieuw herleven. Dus in Access Consciousness, velen van jullie en waarschijnlijk iedereen die Access Bars training heeft gehad, weet dat er iets bestaat wat trifold sequencing systems heet. Drievoudige sequentiesystemen. En dat is een mechanisme die ervoor zorgt dat we dat moment opnieuw kunnen bezoeken. Dat er door verschillende triggers ons energiesysteem opnieuw kan herleven wat er in het moment wanneer een trauma ontstond gebeurde. En door TSS, drievoudige sequentiesystemen, als een lichaamsproces of met een barsbehandeling samen te lopen, wordt deze cyclus juist doorgebroken. Dus dat zorgt ervoor dat het niet meer kan gebeuren. En het is het werkt heel dynamisch en het is heel effectief. Het is meer effectief dan wat ik had verwacht. Ik zal het hebben over een ervaring die ik daarmee had opgedaan vele jaren geleden. Ik geloof 9 jaar geleden. Toen ik het voor het eerst toepaste in het geval van een flinke PTSS. En het verbaasde me toen hoe dynamisch dat werkte binnen één behandeling. Dus het is zeker mogelijk om met dit soort stukken vooruitgang te boeken. Het hangt van verschillende dingen af. Natuurlijk moet het altijd keuze zijn van degene die met een trauma kampt om te komen voor een behandeling. En zoals ik al zei, drievoudige sequentiesystemen kan je toepassen als een lichaamsproces op het lichaam. Een lichaam laat los wat erin opgeslagen is. Of kan je nalopen alle barspunten met een barsbehandeling. En daarbij drievoudige sequentiesystemen, in het Engels trifold sequencing systems, aanzetten. Laat ik maar direct vertellen hoe ik had uitgevonden dat het echt werkt. Ooit kwam er bij mij voor een barsbehandeling iemand die ik kende uit school van mijn kinderen. En die had 2 of 3 dagen voordat ze kwam
een verkeersongeluk veroorzaakt. En dat was iemand heel, eigenlijk heel fijn persoon, heel betrouwbaar, nooit problemen met wat dan ook. En zij ervoor dat als iets heel stressvol. Ze kon eigenlijk sinds dat ongeluk niet slapen en ze leefde eigenlijk in voortdurend destructor implant van schuld en van hele diepe schok. Dus na 3 dagen daarin te hebben gezeten, kon ze eigenlijk al niet meer functioneren zonder enige slaap te krijgen en in diepe trauma. En ik had toen nog geen ervaring met Trifold Sequencing Systems. Ik was wel diep onder indruk van haar verhaal en vooral van haar mentale staat. Dacht ik, oh my god, ik hoop dat ik hier iets mee kan en op welke manier kan ik een bijdrage zijn. Ik was toen natuurlijk nog geen CF en ik faciliteerde ook niet bodyprocessen van Access als classes. Ik gaf toen enkel behandelingen. Ik gaf haar baars met Trifold Sequencing Systems en ik hoopte natuurlijk dat het gaat werken. Ik heb ook destructor implants van schuld bij haar gekleed en verteld van wat ik wist, dat het eigenlijk helemaal geen nut heeft om daarin te blijven hangen. Voor niemand meer bijdrage kan zijn. Maar goed, je kan van alles vertellen. Andere dingen is hoe dat vertaald wordt in een energetisch systeem. En de dag daarop, in de ochtend, kreeg ik een telefoontje van haar dat ze eigenlijk de hele nacht heerlijk had geslapen en dat ze haar rust weer heeft. Dat ze weet dat het gebeurd is en dat ze weet dat ze dat heeft veroorzaakt. Maar dat ze nee, eigenlijk voor het eerst sinds dat het gebeurd is ermee om kan gaan vanuit heel rustige staat. En het was een verkeersongeluk waar wel auto's vernietigd werden, maar er was geen, niemand was gewond geraakt of wat dan ook. Dus haar reactie was ook totaal niet hulpzaam natuurlijk, maar dat is wat ons energetisch systeem doet wanneer wij in de schok raken. Dus er is iets heel anders mogelijk. En Trifold Sequencing Systems, drievoudige sequentiesystemen, zijn hier een grote hulp in. Ik wou dat nog over 2 andere dingen hebben. Eén is, wanneer wij een situatie doorgaan die ontzettend stressvol is, heel vaak gebeurt dat, of creëren we dat, wij entiteiten uitnodigen in ons systeem en in ons leven, omdat wij vanuit het gevoel dat het te veel is, dat we niet weten hoe ermee om te gaan, dat het groter is dan wat we zelf aandurven. Als het gebeurt dat we entiteiten uitnodigen in ons systeem, zijn het entiteiten die uitgenodigd zijn om ons te helpen. En het probleem daarmee is, misschien helpen ze ons in dat moment, misschien helpen ze ons in die 10 seconden. Maar het probleem daarmee is dat zij dan een taak hebben in ons energetische systeem om ons te helpen. En als we niet meer behoefte hebben aan hulp, moeten ze en zullen ze situaties creëren wanneer ze ons kunnen helpen. En dat creëert vaak heel veel ellende verder in ons leven. Er kunnen natuurlijk entiteiten zijn die ons hebben geholpen heel lang geleden, misschien wel levens en levens terug. En als er nog steeds in ons systeem hangen om ons te helpen, creëren we voortdurend situaties die uit de hand lopen. En misschien heb je dat meegemaakt met verschillende cliënten die komen en niet snappen waarom er zoveel ellende in hun leven steeds verschijnt. En steeds tegenvallers gebeuren. En als je met de entiteiten gaat bekijken en clearen, dan is het heel vaak dat er een entiteit of entiteiten zijn waarmee ze beloftes, verplichtingen, verbindenissen, contracten en dit soort energieën hebben die ellende creëren omdat zij eerst ellende moeten creëren om dat weer te kunnen helpen. En dat is dan hun taak. Dus het is heel, heel goed idee om dit soort verbindenissen en dit soort
dit soort relaties met entiteiten die voor ons werken, maar eigenlijk tegen ons werken, ja, gewoon ze ontslaan. Daar hebben we in Access Consciousness een clearing voor die waarschijnlijk degenen van jullie die foundation class hebben gehad, meegemaakt hebben, weten dat bestaat. Ik gebruik het heel vaak, ik gebruik het bijna dagelijks wanneer ik classes geef, wanneer ik sessies geef. Is dat iets wat niet alleen voor dit, maar voor verschillende situaties is dat een heel handige clearing statement van Access Consciousness. En zeker in allerlei situaties, wanneer we trauma hebben meegemaakt, is een goed idee om ook te kijken of er niet sprake is van dit. En als er sprake is van entiteiten die in het systeem zijn, maar eigenlijk geen bijdrage meer zijn, dan is het goed idee om ze te clearen. En nog één laatste ding waar ik het over wou hebben. Ik ga nog kijken naar mijn aantekeningen voordat ik daarover begin. Deze serie gaat over mental disorders, mentale problemen. Maar eigenlijk als ik het heb over PTSD, PTSS, is dat iets wat meer energetisch dan mentaal in elkaar zit. Het is iets waar wij eigenlijk totaal geen controle over kunnen hebben vanuit ons mind. Dat is ook waarom psychologie en psychiatrie met heel veel van niet alleen met dit, met PTSS, maar ook met allerlei verschillende dingen. Als we niet kijken naar wat de oorzaak is en zitten wij niet en zijn we niet de oorzaak aan het aanspreken, dan is het vaak heel moeilijk als we enkel op de oppervlakte van het ding drijven, is het heel moeilijk om het te kunnen veranderen. Zoals ik het volgende keer op dinsdag om 11 uur volgende week zal hebben over schizofrenie, eigenlijk durft bijna niemand dat aanzien voor wat het eigenlijk is. Maar als we niet kijken naar wat het wel is en hoe dat in elkaar zit, hoe zouden we dat kunnen veranderen? Dus met PTSS, verbreken van trifold sequencing systems die ons systeem laten teruglopen, steeds in het moment, in tijd en ruimte, wanneer het trauma is ontstaan. Wat getriggerd kan worden door allerlei verschillende dingen. Veel veteranen hebben dat in de nacht, dat ze wakker worden. En zitten ze er al in. Het kan getriggerd worden door van alles en nog wat. En wat als dat niet meer nodig is? En wat als dat niet meer zo'n grote rol hoeft te spelen in de leven van degenen die het meegemaakt hadden? Trouwens, trifold sequencing systems als een proces of lichaamsproces of samen met barst, kan je ook met veel succes toepassen met mensen die niet diagnose hebben van PTSD, maar die steeds vertellen over iets wat er gebeurd was in het verleden, net alsof dat een meest belangrijk ding is in ons leven. En die verklaren de ellende die er op dit moment in hun leven verschijnt aan de hand van dat scheiding of van dat begrafenis of wat dan ook. Als iemand steeds blijft vertellen over of bevallingen, dat kan ook. Ik ga kijken naar de reactie als ik die kan zien op mijn telefoon, want dat heeft altijd een beetje vertraging. Wat is het verschil tussen constant alert zijn versus controle willen houden over de reactie met het lichaam? Constant alert zijn is eigenlijk ook constant alert zijn en constant controle willen houden is eigenlijk hetzelfde. Maar constant gewaar zijn in iets anders, is iets anders. Als we constant alert willen zijn of controle houden,
dan zijn wij in oordeel dat we iets kunnen missen en dat wij geen controle hebben. Enige controle of eigenlijk enige manier om veilig te zijn is ons gewaarzijn gebruiken. Dat betekent te functioneren zonder barrières en dan hebben we alle informatie en we weten niet hoe het kan dat we dat informatie hebben. Ik las in het boek van Susanna, of ik weet niet, nee, dat was een andere, ik weet niet. Ik heb 3 verschillende boeken gelezen in de afgelopen weken. Dus vaak heb ik het tijdens deze Facebook Lives over dit boek, maar ik had ook Advanced Pragmatic Psychology gelezen in de afgelopen weken. En ik had ook nog een boek van Maxwell gelezen, Would You Teach a Fish to Climb a Tree? En ik weet eigenlijk niet in welk van deze 3 boeken het voorbeeld was. Er was een voorbeeld van een kind die stond ergens op de straat onder een raam. Die open was of zo. En die kreeg een idee. Oh, ik moet naar de andere kant van de straat lopen. En hij ging de straat oversteken en daar gaan staan. En uit het raam viel een hele grote, ik weet niet, bak met bloemen of iets. Als dat kind daar had blijven staan, dan was hij dood ter plekke. Als hij alert was, dan... Dan zou hij proberen te snappen wat er aan de hand was. En door daar staan te denken over waar vandaan dat gevaar kan komen. Of van links, van rechts of van boven. Door nadenken komen we er niet. Maar hij kreeg door. En dat is ons gewaarzijn. Hey, ik moet ergens anders gaan staan. En dat creëerde dat gevaar. Zijn en niet proberen uit te vogelen hoe dat kan waarom en waarom precies. Dat zorgt ervoor dat we veilig blijven. En ik ervaar het heel vaak ook in conversaties en in communicatie dat ik weet wat ik moet zeggen, dat ik iets zeg en pas veel later zie ik wat het had gecreëerd en dat was. Dat het mijn gewaarzijn was in dat moment wat het meest zal creëren. Terwijl ik nog helemaal niet kon weten dat dat persoon dat juist op dat manier moest horen. Of ik kon niet al de dingen snappen, cognitief, mentaal, waarom. Maar ik was wel gewaar dat dat is datgene wat de grootste resultaat zal creëren. Dus als we altijd kunnen vragen... voor meer gewaarzijn en voor meer toelating voor ons gewaarzijn. Dat is eigenlijk iets wat altijd het beste voor ons zal werken. Dus controle creëert niet per se het meest. Het kan te maken hebben met trifold sequencing systems, maar het hoeft niet per se te maken hebben met alleen dat. Natuurlijk door verschillende traumatische ervaringen kunnen we meer in spanning zitten. Waardoor meer controle op ons systeem zit. Maar het kan ook te maken hebben met andere dingen dan enkel met trauma's. En trifold sequencing systems zitten daar al een beetje los van. Gewaarzijn is iets anders. En gewaarzijn komt in ons leven op het moment dat we ontspannen en dat wij juist dit soort toestanden los willen laten en los kunnen laten. Iemand vroeg mij hoe ik zou werken met veteranen die bang zijn om aangeraakt te worden. Iemand zei, hey, maar dat zijn mensen die vaak helemaal niet eens naar de supermarkt willen. In hun eentje of überhaupt niet. Hoe ga je daarmee om? Is er nog iets anders wat je kan doen in plaats van barst te geven of een behandeling te geven? Ik zou dat in stappen opbouwen. Eigenlijk kan je veel dingen ook verbaal kleren, maar die lichamen hebben natuurlijk barst nodig en lichaamsprocessen nodig. Wat je kan doen. Wat je misschien al hebt gedaan ooit, is als je
zwangere vrouw behandelt, dan kan je ze ook niet plat leggen op hun, in de 8e maand, 9e maand, kan je ze ook niet plat leggen op hun rug. Die gaan dan waarschijnlijk zitten of half zitten en je staat boven hun barstbehandeling te geven. Wat in mij opkwam toen ik dat vraag had gelezen, is dat je eigenlijk zo iemand ook in de stoel kan zetten, zelfs met een grote spiegel voor hun. En dat je oogcontact kan houden de hele tijd, en dat ze de hele tijd kunnen zien wat jij doet, waar jij bent, in wat voor energietoestand jij bent. En door met ze te praten en door ze te bekijken, en misschien praten over het weer of over iets totaal onbelangrijks, kan je ze begeleiden om meer te kunnen ontspannen en meer ruimte te kunnen hebben tijdens de behandeling. En misschien kan je afspreken, oké, laten we de eerste keer maar 15 minuten doen. Ik doe wat het meest handig is en wat het meest nodig is. En als je dat oké vindt en als je dat fijn vindt en als het werkt, dan kan je over 2 weken of over 1 week opnieuw komen en doen we misschien een klein stukje meer. Om dat vertrouwen in hun lichaam en om dat vertrouwen in jou en in de werking daarvan op te bouwen, zou je kunnen overwegen om dat te kiezen. Waarom niet? Als ik behandelingen geef die ik nog nooit met de dingen die ik nog nooit had gegeven, of met personen die heel diep in verschillende trauma's zitten, vraag ik altijd op wat voor manier kan ik hier de grootste bijdrage zijn. En je krijgt gewoon ideeën, je krijgt mogelijkheden aangeboden en je krijgt je gewaarzijn, laat je ideeën zien. En op het moment dat je met de lichamen werkt, zal je soms heel verbaasd zijn waar de lichaam je heen leidt en wat het lichaam met je deelt. En op wat voor manier je bijdrage kan zijn die je vooraf helemaal niet had kunnen bedenken of helemaal niet had kunnen doorzien. Dus dat is communicatie met het lichaam en in vraag zijn tijdens behandelingen geven. En ik wou dat hebben over nog een andere ding. Met Trifold Sequencing Systems kan je uit het lichaam allerlei gedachten, allerlei emoties, allerlei gevoelens weggooien. Waardoor en met bars natuurlijk en met lichaamsprocessen, waardoor het systeem weer vrij is. We hebben in Access ook nog een behandeling die niet iedereen kent. En niet iedereen meegemaakt heeft voor mensen die misbruikt waren. Wat natuurlijk ook een ernstige trauma is. En natuurlijk kan je iedereen Trifold Sequencing Systems geven. Om ervoor te zorgen dat ze niet terug kunnen lopen in dat. Maar dat haalt nog niet weg allerlei vibraties en allerlei energieën. Die ze misschien hebben ingesloten in hun lichaam. En die er nog over is in het, voor het geval van misbruik. En misbruik kan fysiek zijn, kan seksueel zijn, kan mentaal zijn, kan financieel zijn. Kunnen allerlei verschillende energieën zijn. En we hebben in Access een lichaamsproces die Abuse Hold heet. Misschien hebben velen van jullie er wel over gehoord en sommige van jullie helemaal niet. Er bestaat een clearingsloop van Gary Douglas, grondlegger van Access Consciousness, van 2,5 uur, waar hij deze dingen cleart. Het is een opname in het Engels. Het is op sommige plekken moeilijk te verstaan en het is totaal niet belangrijk om het te verstaan. Het wordt ook niet vertaald naar andere talen, Engelstalige. Mensen verstaan dat ook niet altijd allemaal. Het is niet belangrijk. Belangrijk is om het te luisteren. Als je zoiets had meegemaakt, want dat begint de dingen die opgesloten zijn in ons lichaam los te maken. Het is nodig om het 30 keer te hebben beluisterd. En dan kan je aanmelden voor een sessie. En de sessie heet Abuse Hold. Dat duurt uur, anderhalf uur ongeveer. En dat haalt al deze energie uit ons lichaam. Het is een body process die aangeleerd wordt door dochter van Gary Douglas, Grace Douglas. Vroeger gaf Gary zelf die classes. Nu doet Grace Douglas dat.
Er zijn allerlei praktikanten van deze methode. Om die klas met haar mee te maken, moet je al allerlei classes binnen Access gedaan hebben. Driedaagse bodyclass in ieder geval. Choice of possibilities ook. En tijdens dat behandeling laat lichaam allerlei verschillende dingen los. Voor mij was het heel indrukwekkend om dat proces voor het eerst te krijgen. Ik dacht eigenlijk dat ik nooit echt misbruik was. Dat ik nooit misbruik was, punt. Ik kreeg een paar klappen als een kind. Maar ik dacht, sommige mensen hebben zoveel ellende meegemaakt. Ik was heel benieuwd naar hoe dat werkte, omdat mijn lichaam eigenlijk heel snel, toen ik daarover had gehoord, abuse hold, en iemand zat daarover te vertellen, was mijn lichaam, dat gaan we faciliteren, dat wil ik faciliteren. En ik dacht, oké, nou, als je dat wil faciliteren, fijn, maar laten we dat eerst zelf meemaken, voordat we de klas boeken. En ik was heel verbaasd en helemaal onder de indruk van dat behandeling. Want zoals ik al zei, ik dacht nooit echt misbruikt te zijn. En toch was er tijdens dat ongeveer uur durende behandeling heel veel ellende opgeruimd. Ik ervoer het als een donkere wolk van energie die boven mijn lichaam ging zweven eerst. Gewoon naar boven ging en dan oploste. En ik zag het eigenlijk onderweg terug van de behandeling die ik toen België heb ondergaan. Onderweg terug keek ik in het rond en alle kleuren waren anders. Het was net alsof er een filter weggevallen was. En tijdens de behandeling al besefte ik dat het eigenlijk niet de misbruik was die ik per se had meegemaakt of die iemand mij had aangedaan, maar dat mijn lichaam eigenlijk weet hoe dit soort energie oude systemen van anderen te clearen, weg te halen. En dat ik het als klein kind al bij een heleboel personen had meegemaakt en dat ik sommige van die energie, ook al heb ik niet het gevoel dat ik het heel zwaar heb of wat dan ook, dat toch wel heel veel van dat soort dingen in mijn systeem blijven hangen. En dat werd dus opgelost. Ik vind het wel heel bijzonder proces. Weer heel anders dan allerlei verschillende processen die zitten in de driedaagse bodyclass. Ik heb hem heel vaak gefaciliteerd in Tsjechië in 2018, 2019, toen ik daar enige certified facilitator was die heel veel bij mij geboekt toen. En elke keer is het een bijzondere ervaring om gewaar te zijn wat de lichamen aan ellende kunnen loslaten. Zelfs zonder dat je daarover praat. Zonder dat je dat hoeft te herleven. Je kan het gewoon laten gaan. Natuurlijk heel erg dankbaar dat dit allemaal bestaat binnen Access. Het is een enorm geschenk. Dus vandaag hebben we dat gehad over trifold sequencing systems, over de noodzaak van de entiteiten weghalen, oude systemen van degenen die trauma's en verschillende situaties die heel stressvol waren weg te halen als de entiteiten er zitten en proberen te helpen iets wat eigenlijk al lang niet meer speelt. De abuse hold proces. Misschien is het goed idee dat ik de link naar de clearing CD van Gary Douglas deel onder dit video. Ga ik zo meteen doen. Op dinsdag ga ik het hebben over mechanismen die zitten achter schizofrenie. Als er vragen zijn over dat soort mentale toestanden, dan lees ik het graag in mijn e-mail of messenger of hier in de groep. Neem ik het mee. En over 2 weken, over 1,5 week, uit Tsjechië, de laatste uitzending zal gaan over slachtoffers, over slachtofferschap. Nog één dingetje die misschien niet helemaal hiermee te maken heeft, maar wel heel nieuw is. Gary Douglas heeft de manual van de driedaagse bodyclass volledig veranderd. Nou, niet volledig.
14 processen zijn eruit en er zijn 12 nieuwe energieën toegevoegd. 12 nieuwe energieën die ik bereid ben om ook als losse body process classes te faciliteren. Ik heb ze allemaal vertaald naar het Tsjechisch en allemaal goed bekeken. Er zijn hele gave processen. Allerlei verschillende. Uiteenlopend thema's. Dingen die ons processen, energieën die ons toelaten om de. Om meer uit ons lichaam te halen. Ook talenten die erin zitten. Ook misschien, hoe heet dat? Rijkdom die ons lichaam kan traceren en kan vinden. Dat te activeren. Er zitten energieën die. Er zit een lichaamsproces die allerlei manieren hoe we beïnvloed worden door kunstmatige intelligentie uit ons systeem halen. Wel gaven, hele sterke processen waar ik faciliteer hem eigenlijk al over minder dan 2 weken in Tsjechië voor het eerst in de nieuwe vorm. Heel benieuwd. In Nederland heb ik een body process staan op 24 januari circuitry. En dat is een van de hele oude. En een die wel in de body process manual, in de body class manual blijft. En dat viel mij op dat eigenlijk die 14 processen die eruit gingen, waren er niet zo lang geleden, ongeveer 3 jaar geleden aan toegevoegd. En die 12 nieuwe zijn natuurlijk nieuw oude advanced body class. Maar de oude tussen de haakjes processen zoals drievoudige sequentiesystemen, zoals circuitry, zoals MTVSS, cellulair geheugen, facelift en verschillende andere energieën die al jaren, ik heb de eerste driedaagse body class 9 jaar geleden gevolgd zelf. En ongeveer 1/3 van de energieën zit daarin. Die er altijd al in zat en blijft. Dus een circuitry die ik op 24 januari in de Hoorn bij Christa zal faciliteren, is een van de energieën die heel handig is om in de toolbox te hebben, die werkt en die blijft. En is van toepassing voor personen met ADD, ADHD, allerlei soorten aanvallen. En na allerlei operaties of ongelukken waar je energiebanen niet meer energie stromen of niet op dezelfde manier energie stromen als ervoor. Dus dat is iets wat ik heel regelmatig toepas, gebruik. En heel handig om te weten dat het bestaat en hoe het werkt. Ik zie jullie dinsdag. Ik heb er zin in. Dank voor kijken. Ook degene van jullie die later gaan kijken. Ik ben van plan om deze Facebook Lives, wanneer ze alle 4 uitgezonden zijn, alle 4 ook op mijn YouTube te plaatsen. En de links zullen beschikbaar zijn voor als je de hele serie wil behouden. Het zijn vaak informaties die handig kunnen zijn in verband met behandelingen die we geven. En soms onthoud je niet alles en dan weet je dat er iemand komt met dit en dat en kan je dat weer terugvinden. Dus dat ben ik van plan. Dat komt wel helemaal aan het eind. Heel fijne dag. Doei!